We zijn op Sportpark Koppes den Hoorn, waar de finale van de FC Groningen buurtbattle plaatsvindt. Kevin Bejois is deze middag begeleider van de Stad Groningerwijk Oosterpark. Het is de laatste keer dat hij als betaald voetballer aan een evenement als dit meedoet. Want de reservekeeper van FC Groningen heeft besloten om na dit seizoen te stoppen. Ik heb een beetje minder periode gehad voor de winterstop. Dat ik me niet echt helemaal in mijn element voelde. En dat ik vond dat ik niet het team ten dienste kon zijn hoe ik het graag zag. En niet naar mijn mogelijkheden. Met de club over gesproken, dat is goed opgelost. Maar vanaf dat moment ben ik eigenlijk ook een beetje verder gaan denken van wat ik graag met mijn toekomst zou willen doen. Ik heb ook een goed gesprek gehad op de club. Ze wilden me graag nog erbij houden. Maar daarvoor heb ik toch uiteindelijk andere keuze gemaakt om na dit seizoen te stoppen als profvoetbal. Sander, 5-5. Ondanks dat Bejois geen officiële wedstrijden keepte voor FC Groningen, kijkt hij met een goed gevoel terug op de afgelopen 2 seizoenen bij de FC. Omdat ik toch van mezelf te weten ben gekomen wat ik graag doe. Ik voetbal heel graag. Dat heb ik de afgelopen jaren meer en meer van mezelf te weten komen. Maar de begeleidende rol vind ik wel heel interessant. Het opleiden van en het analyseren van jongere spelers en zo. En ja, ik hoop dat daar ook een toekomst voor mij is in weggelegd. Prima, goed gezien. Wellicht dat we Bejois in de toekomst terug gaan zien als keeperstrainer. Dat hoop ik wel, ja. Dat zijn de plannen. Dat zijn de plannen wel om ergens toch om de weg van de geleidelijkheid te nemen. Want als ik iets doe, dan wil ik het echt goed doen. En dan wil ik daar echt geen stap in overslaan en echt goed te werk gaan. En echt toekomst in opbouwen, want dat zou ik wel heel graag doen. En als dat niet is, dan zal er wel iets anders op mijn pad komen. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat het wel goed komen. Als je mijn team zoekt, Bejois heeft de afgelopen 2 jaar met plezier meegewerkt aan activiteiten van FC Groningen in de maatschappij. Een van die activiteiten is de FC Groningen Buurtbattle. Een jaarlijks terugkerend project voor jongeren waarbij betrokkenheid in de deelnemende wijken centraal staat. Ja, vind ik wel tof. Want ik sprak net met de begeleider die we hebben. En die zei ook van ja, kijk, de beste voetballers die heb ik allemaal thuis gelaten. Want het is echt een wijkproject wat we doen. En ik heb alleen degene meegenomen die zich het meest in de wijk hebben ingezet. Koffie gaan schenken bij bejaarden en sommigen die collecten zijn gaan doen voor het KWF Kankerfonds. En eigenlijk heeft hij als beloning alle kindjes meegenomen die zich het hardst hebben ingezet en niet de beste voetbalkwaliteit hebben. Dus dan is dat wel leuk en is dat even wel een beetje een mindset die je moet aanpassen van je gaat echt voor plezier te hebben en je probeert maximaal eruit te halen. Maar die kinderen die waren van het begin af, ja, we willen gewoon een leuke middag hebben. Dan is dat wel super positief om erin mee te gaan. Vorig jaar werkte Bejois ook mee aan het project Gezond Scoren. Hij ging voor het thema geluk, karten en bowlen en daar bleek de doelman talent in te hebben. Ja, ik prijs mezelf ook heel gelukkig dat ik ondertussen aan mijn 20e seizoen bezig ben als profvoetballer. Besef elke dag wel hoe mooi dat de kans is. En ga niet zeuren als je een keertje moet lopen of dat je iets moet doen. Anders moet je andere keuzes gaan maken. Maar besef gewoon van ja, hoe mooi het is. En er zijn echt natuurlijk een keerzijde van de medaille. Maar probeer overal het positieve uit te halen en gewoon maximaal rendement te halen.